Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Wilfredo. Es una alegría poder saludarlos en esta mañana. Goedemorgen, mijn naam is Judith. Wij werken ook namens jullie hier in Cajamarca, Peru, en we willen deze ochtend een groet aan jullie overbrengen. Quisiéramos dar gracias a Dios en esta mañana por permitirnos finalizar este año 2020. Ha sido un año difícil, especialmente para nosotros como familia, pero me viene a la memoria el texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:18, donde nos dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Hemos tenido tiempos muy complicados que hemos tenido que afrontar, pero el Señor nos ha fortalecido, nos ha bendecido y nos ha permitido estar culminando este año 2020. Mi padre falleció hace 4 meses, justamente con toda esta problemática de este virus que ha afectado a todo el mundo. Pero en todo ese trayecto y en todo ese proceso, Dios no nos abandonó, no nos dejó solos, más bien curó nuestro corazón, enjuga nuestras lágrimas y nos da fortaleza para continuar en el trabajo que Él nos ha llamado a hacer. Y yo doy gracias a Dios por toda esta situación, ya que Él nos ha dado mucha fortaleza de diferentes maneras, por su palabra, por su presencia misma y también por las palabras de nuestros amigos. Los pastores que están alrededor de nosotros también fueron de gran ayuda para afrontar toda esta situación, y le doy gracias a Dios y estoy agradecido por eso. Y gracias también a todas las iglesias que nos ayudaron también en sus oraciones allí en Holanda. En er zijn zeker een heleboel dingen waar we dankbaar voor mogen zijn. En dat is, als we terugkijken, is het zeker een moeilijk jaar geweest. Ik denk dat dat voor velen van jullie ook zo is geweest. Maar we hebben de hand van God mogen zien in zijn voorziening, in zijn trouw, in zijn troost die hij ons heeft geboden. Door alle situaties heen. We hebben hoop mogen brengen aan heel veel gezinnen. We hebben bijna 700 tassen met voedsel mogen geven aan gezinnen die het echt hard nodig hadden. En daar hebben we echt Gods hand in gezien. We hebben toen 20 tassen vol hoop mogen geven aan gezinnen van onze gemeente. En we hadden toen niks meer. En ondertussen zijn we aan het einde van het jaar en hebben we mogen zien dat God voorzien heeft. Ook door jullie heen. Dat God echt mensen heeft aangeraakt, zodat we hier zijn liefde op die manier, op een praktische manier mogen uitdelen. En die hoop is niet alleen het eten. Die hoop is dat God ze ziet, dat God van ze houdt en dat God naar ze omkijkt en voorziet. En dat hebben we elke keer en telkens weer opnieuw mogen zien. Ik merk het aan mezelf en ik hoor het ook zo heel vaak. Als we hier maar doorheen komen, als we dit maar kunnen volhouden. Maar wat we inmiddels leren, is dat we juist binnen in die situatie ten eerste ons mogen afvragen: wat mag ik doen? Wat kan ik doen? Waar kan God mij voor gebruiken? En dat is wat we hebben mogen leren dit jaar en wat we graag met jullie willen delen. Wees licht, wees hoop vandaag. Niet straks hopend op dat het beter wordt, maar vandaag. En dat willen wij zijn en dat mogen wij zijn ook namens jullie. En dit willen we jullie meegeven. Een heel goed nieuw jaar toewensen. Misschien op een heel andere manier dan dat we eigenlijk hadden gedacht. Misschien zit iedereen te wachten van: als we maar een vaccin krijgen en dan wordt alles beter en wordt alles weer zoals het eerst was. Maar misschien wordt het niet zoals het eerst was. En misschien is dat maar goed ook. Want vaak merken wij dat we als gemeente heel erg naar binnen gekeerd zijn geweest. Dat we heel erg ons gericht hebben op de diensten en misschien nu juist ook op de online diensten. Kijk naar buiten. Kijk naar de nood. Wees Jezus handen en voeten. We zijn heel blij dat we jullie hebben om voor ons te bidden. Want dat hebben we zeker wel nodig. Het is niet makkelijk. Maar we weten dat we niet alleen staan. Mooie feestdagen. En een goed en voorspoedig en gezegend nieuwjaar.